Oh nee. Oh nee. Oh nee, dat wil ik niet. Nee, dat wil ik echt niet. Yo mensen van Noem Maar Gamen. Ik heet jullie welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Outlast hier op mijn gamekanaal Noem Maar Gamen. De vorige aflevering zijn wij geëindigd op het punt waar ik nu verder ga. En dat is bijna bij Father Martin. En Father Martin, dat is dus een gast die wij moeten meeten ergens in het bovenste gedeelte van het gebouw. Maar dat doen wij natuurlijk niet alleen, want het is natuurlijk Outlast. Jullie begrijpen denk ik wat ik bedoel met dat doe ik niet alleen. Er zitten namelijk nog enorm veel bad guys achter mij aan, waar ik enigszins pittig bang voor ben. In ieder geval, welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Outlast. Ik ga er misschien wel weer een beetje van genieten. In ieder geval, laten we gaan beginnen. En ik ben heel benieuwd. Let's go. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Oh mijn god, het is nu al fucking eng. En mijn night vision is bijna op. Dat was ik helemaal vergeten. Dat is de vorige aflevering gebeurd. Dus ik moet echt heel snel een batterij vinden. Wil ik überhaupt in leven blijven? Oké, night vision is op. Kut leven. Oh snap. Ik moet night vision hebben. Wil ik in leven blijven? Ik moet echt night vision hebben. Wil ik in leven blijven, guys? Wat is dat? Oh mijn god, dit ziet er echt super eng uit vanaf mijn perspectief. Wat staat er? Drive in the nails. Rij in de nagels? Wat betekent dat nou weer? Ik heb het idee dat er iets achter die deur staat. Dit stukje is namelijk pittig eng, als ik eerlijk ben. Ja, de hele game is pittig eng, dus dat is niet nieuw voor me. Oh, snap. Oh, fucking snap. Die hangjongeren van 2014, die hangen ook echt overal. Ik ben nog steeds zo bang dat ik slechte grappen ga maken. Er is daar een bed, dus ik zal er waarschijnlijk wel moeten hiden. Oh nee, dit is echt niet goed, guys. Dit is echt niet goed. Ik ben zo bang. Ik neem het op in de ochtend. Ik heb nog niet eens ontbeten. Echt, jongens. Dit is... Ik hoor iets. Is dat nou de regen? Of is dat nou het vuur? Of is dat iemand die loopt? Ik hoop eigenlijk dat het een combinatie is van de regen en het vuur. Dat maakt me namelijk niet al te bang. Drive in the nails. Wat betekent dat? Drive in the nails. Rij in de nagels. Oh, snap. Oh, fucking snap. Oh, fucking snap. Ik weet niet wat ik hier moet doen. Ik weet serieus niet wat ik hier moet doen. Waarom zou ik überhaupt in deze kamer zijn wanneer hier niets is wat ik kan gebruiken? Ah, scheisse. Mijn camera die werkt ook niet meer. Dit is echt niet goed, jongens en meisjes. Als ik namelijk nu verder ga met een lege camera, dan weten jullie denk ik ook wat ik... Oh, nice. Een batterij. Wat heb ik nou zojuist opgepakt? Een laundry coat? Is dat nou een batterij? Nee, dat was geen batterij. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee, dat wil ik niet. Nee, dat wil ik echt niet. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Oh, gaat weer weg. Oh, snap. Wie is dat? Wie is dat? Is dat de broer van... Is dat de broer van... Hoe heet hij ook weer in de eerste aflevering? Ik ben het al helemaal vergeten. Oh, snap. Oh, fucking snap. Oh, fucking. Dit is zo enorm eng, jongens en meisjes. Ik weet nog steeds niet wat drive in the nails betekent. Het enige wat ik wel weet is dat die kerels enorm dichtbij zijn. Dat weet ik gewoon 100% zeker. En ik heb zojuist iets opgepakt waarvan ik niet weet wat het is. Ik weet niet of het een sleutel is, of de keycard is, of het iets anders is. En ik kom daar natuurlijk maar op één manier achter. En dat is verder spelen. Maar ik ben pittig bang. Maar ja, bang zijn in auto's heeft gezin. Je moet alles maar door blijven gaan en hopen op het beste. Oh, snap. Er komt iemand. Ik weet zeker dat er iemand komt. Ik hoorde namelijk de lift. En de lift die leidt naar deze kamer. En ik heb nog steeds geen idee wat voor kamer dit moet voorstellen. Maar het ziet er niet heel erg plezant uit. Oh nee, dat is niet goed, guys. Rustig ademhalen, Job. Het is maar een spel. Oké, dat helpt mij echt niet. Normaal gesproken zeg ik dat altijd tegen mezelf. Ah, Job, het is maar een game. Het is maar een film. Maar bij deze game, jongens en meisjes, geloof me. Het houdt je in zijn greep. Maar nee, laten we verder gaan. We moeten hopen op het beste. En we moeten proberen niet gezien te worden door die enge man met dat mes. Dat is niet heel erg geruststellend dat ik dat tegen mezelf zeg. Maar toch, het is de waarheid. Het is de fucking waarheid. Oké, drive in the nails. Oké dan. Dat zal allemaal wel. Ik weet nog steeds niet wat het betekent, maar... Ik hoor iemand lopen. Ah! Ah! Ik kan niks. Ik kan niks. Oh, snap. Ik schrok me kapot. Nee, weg! Wat ben je eigenlijk? Oh, je bent gewoon een man. Snap! Hij kan me niet gezien hebben.
Hij kan me niet gezien hebben. Oh, dit is echt kut. Dit is zo enorm kut. Ik schrok me helemaal kapot. Ik ben lang niet zo erg geschrokken in Outlast. Oh, snap. Oké, guys. Ik heb geen idee waar we nu naartoe moeten. Ik weet het echt gewoon niet. Ik kan wel iemand op Skype vragen die deze game heeft uitgespeeld. Van waar moet ik naartoe? Maar ik weet niet of dat veel zin heeft. Dan ben ik namelijk gelijk helemaal uit de game, weet je wel. Na 5 minuten. En dan moet ik er weer helemaal inkomen. Dan schrik ik me elke keer weer het apenlazerus. Wat ik eigenlijk altijd doe in Outlast. Ook al ben ik wel ingekomen. Maar deze game is zo next level, guys. Er is daar wel een batterij. Die zag ik ook net pas. En toen ik hem wou oppakken, kwam die kerel achter me aan. Oké, stay calm. Stay calm. En play the game. Dit is echt helemaal naar de kloten. Alles naar de klote. Ja, hoe kom ik hier veilig weg? Niet. Gewoon niet. Oh. Oh, snap. Oh, wat heeft hij? Hoe de fuck veel moet ik? Ik moet er 3 hebben. Ik moet er 3 hebben. Ja, dat is veel. Dat is heel veel. Ik had eigenlijk gehoopt op 1. Oh, dit is niet goed. Waarom moet ik er nou per se 3 hebben? Waarom 3? Waarom niet gewoon 1? Kut game. Geef me er nou gewoon 1. Weg! Weg, 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 weg. Deur sluiten. Deur sluiten. En rennen, 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 rennen. En sluiten. En rennen. En sluiten en rennen. Oh, snap. What the fuck doe jij? Wat dan, hè? Wat dan, jongen? Bitch. Oké, ik heb er nog maar 1 nodig, guys. En heb ik ze alle 3 verzameld. Ik vind het alleen zo naar dat de game niet opslaat. What the fuck doet hij? Oh mijn god. Deze game die wordt echt gewoon enger bij de aflevering. Eerst zei ik dat hij enger wordt bij de seconde. Dat wordt hij ook. Maar ook echt elke aflevering gewoon. Elke aflevering wordt hij gewoon weer een stukje enger. En ik moet nog 1 zo'n laundry-achtig ding vinden. En dan heb ik de sleutel. En dan kan ik waarschijnlijk bij Father Martin komen. Dus dan moet ik proberen te fixen. Wat doe jij eigenlijk met die man? What the fuck did you just do? What the fuck did you just do? What the... Oeh, oela. Truck, 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 truck. Deadass. Come on, truck, truck. Ik ben zo bang dat ik geen slechte grappen meer kan maken. Ik zal hier toch een keer weg moeten gaan. En die keer is denk ik nu. Oh, snap. Pray for revelation. Oké, loopt hij daar? Nog 1 batterij. Het is ook zo moeilijk om hier de weg te vinden op een of andere manier. Nog 1 batterij, Job, you can do this. Ik heb al 1 uur opgenomen met deze camera door de aflevering heen. Wauw, dat is best wel veel. En dan krijgen we de sleutel en die leidt ons waarschijnlijk naar deze deur of een andere deur. Oh, snap. Hij gaat gillen, let maar op. Laat me weg, laat me weg, laat me weg, laat me weg. Ik heb de laatste. Laat me weg, laat me weg, laat me weg. Let me go, let me go. Can't hold this bad boys anymore. Cause I don't care what they're going to push in my throat when I don't listen to them. Oh, snap. Oh, snap, ik ben er. Dit is zo eng. Oh, snap. Oh, fucking snap. Oh, fucking snap. Oh, fucking snap, dit is zo eng. Waar zijn ze? Waar is die? Kut, ik had al die 3 de dingen. Ik moet mijn kut leven weer in deze game. Shit. Mijn pink slaapt. Mijn pink is in slaap gevallen. Omdat hij elke keer op shift wordt gehouden. Kut pink. Doe eens een keertje je best. Of zo. Oh shit. Ik was er zo close. Maar had ik er nou nog 1 nodig? Want ik kon hem niet activeren leek het wel. Oh, dit is niet leuk. Dit is zo eng. Oké, wat kan ik het best doen? Teruggaan? Ik kan teruggaan. Is het handig? Nee, het is niet handig. Ga ik het doen? Ja, ik ga het doen. Zeker. Lego. Tu, 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 tu.
Dit zijn de plekken waar het altijd verkeerd gaat. De gangen. Ah, zo, ook bij mij. Stoot ik mijn kleine teen weer. Dat is de gangen gewoon. Altijd de gangen. Hij staat hier om het hoekje. Oh, snap. Zo bang. Dit is zo eng. Zo eng. Let me go! Let me go! Ik was zo close. Ik moet terug. Ik moet terug. Daar moet ik zijn. Oh, scheisse, guys. Waarom wordt het enger met de aflevering? Shit. Oké. Wat gebeurt er? Ga erin, ga erin. En nu? Ik kan er niet in. Nou ja, jongens. Ik ga het hier belaten voor deze nieuwe aflevering van Outlast. Heb je nou genoten? Doem, 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 doem. Van deze nieuwe aflevering. Vergeet dan natuurlijk niet even een blauw duimpje achter te laten. Als je deze video uiteraard een blauw duimpje waard vond. Dan wil ik jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende aflevering van Outlast. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Later mensen.